Vanochtend weer luchtaanvallen in Oekraïne. Ja, harde explosies deze ochtend in Kiev. Door dit soort beelden, mensen die de schuilkelders in moesten onderweg naar hun werk. Zojuist heeft Rusland weer een poging gedaan om de cruciale infrastructuur in Oekraïne verder af te breken. Er zijn drones onderschept, kruisraketten zijn neergehaald en er zijn bommenwerpers ingezet door de Russen. Om Oekraïne te helpen bij het afweren van dit soort aanvallen hebben ook de Amerikanen nu tanks toegezegd. Net als de Duitsers, westerse tanks van ontzettend hoge kwaliteit. En ook Nederland, wij leasen op dit moment tanks van de Duitsers, overwegen die tanks af te kopen en uiteindelijk naar Oekraïne te sturen. Een hele stap in de oorlog dat we tanks gaan leveren, waar ook goedkeuring voor moet komen uit de Kamer. En dus is er vandaag nog een debat. Daarin wordt ook gesproken over iets dat buitenlandminister Hoekstra de afgelopen week zei. Wil het kabinet misschien wel F-16's leveren als daarom wordt gevraagd? Gevechtsvliegtuigen. Ja, de vraag is, welk signaal geeft Nederland daar dan mee af? Defensiespecialist Peter Weininga zei er gisteren dit over in Op 1. Als je idealiter kijkt naar hoe je militaire operatie opzet, dan zou je dat ook met samenwerking grondstrijdkrachten en luchtstrijdkrachten moeten doen. Dan wil niet zeggen dat je onverslaanbaar bent, maar dat je gewoon in grote mate in staat bent, zeg maar, de zaken op het slagveld naar je hand te zetten. En ja, het toeval wil nu dat allerlei luchtmachten in Europa aan het overschakelen zijn van de F-16 naar de F-35. Ja. Dus er komen F-16's beschikbaar. Die anders misschien verkocht zouden moeten worden naar een Zuid-Amerikaans land. Die zijn voor ons verouderd, maar voor hun zeer bruikbaar. Nou, die zijn zeker zeer bruikbaar voor wat ze daar zouden moeten doen. Ja, en dus misschien de oproep om die F-16's dan ook te gaan leveren vanuit verschillende hoeken. Hoe staat u daarin? Nou ja, kijk, als ik naar de beelden kijk en die raketten over zie vliegen en foto's zie van ingestorte flats en een kind met een teddybeer in de hand. Ja, ik vind dat zo nihilistisch en wrang. Ja. En het is gewoon op 2000 kilometer afstand. Het gaat uiteindelijk over een agressor die gewoon een democratie ook op die manier probeert aan te vallen. Dus dit gaat wat mij betreft ook over ons. Het gaat ook over Europa. En... Toch is dat juist de angst, hè? Dat als we dat soort wapens ook gaan leveren, dat Rusland dat ook ziet als escalatie en dat we daarmee ook verder die oorlog in getrokken worden. Ja, maar ik zou zeggen, we zitten al voor een deel gewoon in die oorlog. En bedenk ook even wat als we niks doen. Het naïeve idee dat Poetin zich dan wel zal gedragen, is net zo naïef. Dus het is niet een optie tussen wel wapens leveren en hem misschien bozer maken. Wat is die vrijheid ons waard? Dus ik bedenk ook wat het alternatief is en hoe kwalijk dat alternatief is.